Hallo dames en heren en super tof dat jullie kijken naar een gloednieuwe vlog. Mijn naam is Enzo Knol en we zijn er weer bij vandaag. Natuurlijk. Het is een beetje slecht weer, maar dat is toch een beetje de vibe die we de aankomende tijd gaan hebben. Dat we wakker worden, dat we naar buiten kijken en dat we denken, ah, waarom is het zo slecht weer? Oh, even lekker uitrekken. Veel bladeren op straat en wij gaan eventjes met een lekker smoothie. Even onderweg naar de fysio. En dan gaan we allebei weer een goede behandeling krijgen van Raymond. Althans, daar gaan we vanuit. Zoals altijd. Ik heb er zin in. We gaan ervoor. Nou, daar gaan ze, dames en heren. We even een beetje de bloedcirculatie regelen. Of zeg ik nou iets raars? Ja, dat is goed. We houden het juist tegen. Ja, Marion heeft weer van die banden om mijn armen gekregen. En met die banden wordt dan druk opgezet. En dan lijkt het alsof ze nu keihard aan het trainen is met ziek veel gewicht. Maar dat valt uiteindelijk wel mee. Maar het is alsnog heel zwaar. Zo, Marion heeft getraind en het is wel weer duidelijk te zien. Kijk maar, de kleur van mijn arm hier zo helemaal. Ja, het is helemaal blauw geworden inderdaad. Oh, dat ziet er echt sick uit. Oh, er komt weer bloed in. Lekker is dat, hè? Ja. We lopen naar buiten. Aan de ene kant verslagen, maar aan de andere kant ook een voldoening. Trots dat we het weer hebben gedaan, zitten we op. Het was echt eventjes strijden. Er was zelfs even een moment dat ik zoiets had van, wow, ik word helemaal licht in mijn hoofd, helemaal duizelig. Het is wel even pittig, maar we hebben het weer gedaan, zit erop. En de rest van de dag, daar kijk ik heel erg naar uit, want we gaan echt iets heel erg leuks doen. Zo, buurman en buurman. Hoppa. De verhuizers. At your service. Ik ben hier samen met Rutger, je kent hem. En we hebben de mooie bakwagen van Rutger. En dat is maar goed ook, want dit gaat nooit in mijn auto passen. Dus we hebben hier de prachtige kast al eventjes erin gezet. Dat is een kast van 2 meter breedte, 1 meter 5 hoogte en 90 centimeter diepte. Zo. Ja, ik heb mijn berekeningen gedaan. We wilden namelijk eerst met de kleine caddy van Rutger, maar dat paste dus niet. Nee, dus vandaar dat ik die afmeting zo goed weet. En oma wilde ook de afmeting weten. Dus goed, we hebben ook een pallet meegenomen. Geloof het of niet, maar kijk daar wat er staat. Een hele pallet, dames en heren. Die gaan we namelijk meenemen, want ik zag wel vaker in de reacties van, oh, het lijkt me zo leuk als open oma een keer meehelpen met pakjes openmaken. Nou, mijn open oma is de 81 en 83. Dus om ze helemaal naar Alphen aan de Rijn te laten komen, vind ik een beetje te gek. Dus dachten we, dan komen we gewoon met de hele pallet naar open oma toe. We gaan even kijken hoeveel we gaan openmaken. Want ja, als we 3 uur bezig zijn, zoals we normaal gesproken wel eens bezig zijn, dan zijn open oma kapot. Maar goed, ik moet ze ook niet onderschatten. Want open oma die zijn nog super fit en doen van alles en nog wat. Dus het is alleen maar leuk dat we en de kast kunnen brengen en een andere kast weer erin kunnen doen. Want die gaan we later naar mama brengen. En dan gaan we dus de palletpakketje openmaken. Maar we gaan ook even mama wat pakketjes open laten maken. Dus dan hebben we toch eigenlijk weer, best wel gek, weer de eBay pakketjes in de vlog. Ja. Was helemaal niet zo gepland. Maar om nou daar een apart video van te maken, dat is een beetje te gek. Dus ja, dan hebben we toch nog de pakketjes in de vlog eigenlijk. Nou, dan is dit echt de allerlaatste keer. Daarna doen we gewoon de video's bij jou in een apart video. Maar goed. En ik heb nog een tas gevonden in de schuur. En deze tas, dit is één van de tassen die ik heb. Maar als ik die heel even voor jou mag. Buurman? Ja. We hebben hier allemaal cadeautjes. En wat we gaan doen is, we gaan gewoon aan willekeurige kids op straat gaan we gewoon kijken van, hey, wil je een cadeautje? En dan mogen ze eentje pakken. Nou, heb je veel kinderen die je kan uitzoeken? Ja, zeker weten. Dus we gaan wat mensen blij maken vandaag. Oké, okay, nou, nice. Ja, dat is eigenlijk sowieso, Rutger en ik staan er hetzelfde in. De boodschap is positiviteit en we proberen altijd wat te doen voor andere mensen. En ik denk dat dit weer een goede combinatie is. Ja, zeker. Dat is echt leuk. Ajeto. Ajeto. Nou, tot straks. Kalm aan. Doei. Tot zo, hè. Yo, yo. Hoi. Zo, deze is in ons midden. Dat kan perfect. Nu Rutger er niet is.
Hallo! Hey! Nou, alles ligt hier goed in, toch? Ja. Als we de bus op slot moeten zetten straks en we willen even koffie ergens halen, kan dat? We hebben gewoon slot bij ons. Ja. Maar is dit een stuurslot dan? Nee, we hangen hem buiten aan de deur. Ah, aan de deur en nog. Oké, okay. Nou, dan gaan we. Hoppa. Ik vind eens in de zoveel tijd vind ik het echt wel leuk om in zo'n bus te rijden. Echt lachen. Ja, hè? Ja, mooi man. Dames en heren, wij stonden net in deze file. Maar we hebben heel verstandig even Google Maps geopend. En toen konden wij gewoon serieus deze weg ernaast pakken. Hoppa! Scheelt ons 10 minuten vertraging. En we rijden zo langs de hele file. Ongelooflijk. Zullen we ze wat cadeautjes brengen? Ja, het is wel echt serieus een tip hoor. Dat als je dan ziet verderop is file. Dan hadden wij nu geluk dat we dat net bij die afslag hadden. Maar meteen op Google Maps kijken. Want dan krijg je meestal een nieuwe route aangewezen. Nou, ik zie al heel veel auto's achter me, dus er zijn meerdere die dat hebben gedaan. Maar alsnog, moet je kijken hoe freaking veel auto's we inhouden. Ja, dat hebben we echt goed gedaan. Ja, dus het scheelt ons echt heel veel tijd. Ja, we moeten sowieso nog naar het mooie noorden. Daar zijn we natuurlijk niet in een paar minuten. Dus we zijn nog wel even onderweg, maar dit rijdt in ieder geval even lekker door. Dames en heren, we waren zo lekker bezig. Ik was aan het gassen, linkerbaan, bap, 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 bap. Met die bus, lekker toeren, niks aan de hand. En in één keer... Boom, we staan weer helemaal vast. De vorige vertraging heeft ons uiteindelijk iets van 10 minuten vertraging opgeleverd. Valt heel erg mee. Maar deze file, 26 minuten vertraging, staat echt compleet vast. Dus ik heb geen idee wat er is gebeurd. Misschien een ongeluk verderop of iedereen gaat in één keer met de auto ergens heen. I don't know, maar weer file. We zijn wel bijna bij het tankstation waar we hadden afgesproken om even wat te eten, wat te lunchen, even koffie te drinken. Dus ik hoop dat we daar straks komen. Ja, dat is precies zeg maar waar de file stopt, zag ik. Oh echt? Ja, het duurt nog een half. Maar ja, misschien als we daar dan gaan stoppen en gaan eten, dat die file alleen maar meer en meer en meer sluiten wordt. Sluiten we weer achteraan. Ja, sluiten we achteraan. Weer 26 minuten. Hey, gelukkig hebben we voor iedereen een cadeautje om over te maken. Oké. Dan kies er maar eentje uit, Rutger. Wat jij wil, hè? Ik heb maar die blauwe maar daar. Die blauwe? Ja, die blauwe. Deze? Ja. Ja. We hebben er zoveel namelijk. Dat is echt een file cadeautje. Wow! Oh. Hey! Hey! Een knikker! Vet. Knikkerpot. Nou, vet. Dat is toch fantastisch? Ja, geweldig. Even knikker in de file. Als we straks echt stilstaan, kunnen we hem buiten doen. Ja, dan gaan we gewoon andere mensen vragen. Kom knikkeren. Zo. Vet hoor. Nou, is dik toch? Ja. Nou, maar dan moet je ook een knutje opmaken. Maar ik weet wat erin zit. Oh. En Marjan en ik hebben alles al. Oh. Mijn eigen collectie, hè. Dus, Ik vind het wel echt vet om te doen dit. Ik deed dit vroeger ook zo knikkeren. Ja, echt leuk. Maar dan maakt je gewoon een kuiltje in de ja, zand, hè? Klopt, ja. Ja, dit is echt tof. Nou, knikkeren? Bedankt. Knikkeren? Hij doet zo verdiezen. Geef hem een cadeautje. Wil je een cadeautje? Alsjeblieft. Alsjeblieft. Is voor ja, jou. Voor jou. Is voor jou. Voor jou. We hebben gewoon een cadeautje gegeven. En dan weer teruggeven. Ja. Zo mooi, we gewoon een cadeautje geven aan de vrachtwagenchauffeur. Roze verpakking. Was het hetzelfde? Het klonk wel hetzelfde. Ja, hij heeft ook knikkers gekregen. Hij heeft knikkers gekregen. Ja? Ja? Je ziet ook echt veel vrachtwagenchauffeurs uit het buitenland, hè? Ja. Echt heel veel. Die komt ook uit Roemenië. Ja, we praten ook gewoon Nederlands tegen en we wisten eigenlijk niet. Hier, cadeautje, zei Rutger. What, what? Zo fijn. Echt tof. Nou, we zijn de file weer uit en ook dat viel op zich uiteindelijk wel mee, maar we hebben wel trek gekregen. Dus ik heb gewoon echt flink uitgepakt. Ik dacht, ik ben weer bij de fysio geweest. Ik heb een dikke hamburger, ik krijg je blijkbaar chips bij, super nice. Ik heb nog gevulde koek mee voor onderweg. Lekker sinaasappelsappetje. Je hebt lekker tonijnsalade. Ja, heerlijk. Lekker hoor. En je hebt gewoon spicy biefstuk, ja, man. Dit blijkt de lokale specialiteit te zijn hier. Ja, dan ga even een beetje cultuurproefje. Ja. Nou, eet smakelijk. Eet smakelijk. Zo, daar gaan we. Hartstikke idee. Lekker gegeten. Nog genoeg energie. Hoi. Hoi. Ik heb wat voor jou. Kijk eens aan, man. Alsjeblieft. Fijne dag, hè? Doei, doei. Nou, dat is de eerste. Ja. Nice. Tenminste aan een kind. Want die andere was een vrachtwagenchauffeur. Die zit niet te knikken in de file. Die kijkt aan fietsen. Kijk, hij fietst ook met dat ding. Hij heeft geen idee. Ik heb wat voor jou. Ik heb wat voor jou. Hij keek me aan en zo. Oh, oké. Okay. Dank je. En fietsen weer weg. Zo mooi. Mag ik je op de foto en zo? Ja, natuurlijk mag dat. Neem gordel om. Dan staan we veilig op de foto. Kijk, ik heb ook nog wat voor jou. Alsjeblieft, jongen. Oh, dankjewel, Enzo. Alsjeblieft. Nou, fijne dag nog, hè? Oh. Dat vind je mooi, hè? Toeteren en zwaaien. Zo. Oh, je moet zo. Oei. Oei. Oh, niet toeteren nu, er staat daar politie. Oh, ik wou echt bijna toeteren.
Ja, anders dan... een cadeautje aan u geven. Dat dacht ik al, ja. Dat zou wel leuk zijn. Nou goed, we hebben in ieder geval al deze ruimte weg hier. En die andere cadeautjes hebben we daar, maar dit gaat goed zo. Ja, maar de hele tas achter zit ook nog vol. Ja. Maar dit is top. Later. Oh my god. Goed, die laatste bocht. We zijn er ook bijna. Hoe lang moet er nog? Nog 9 minuten. Oh, gast. Nou, we hebben heel even op de bus al gestopt. We gaan heel even kijken. Maar we hoorden een keiharde knal, ouwe. Ja hoor. Jongen, jongen, jongen. Even kijken hoor. Ja? Ja. Oh. Hij is alleen maar meer vintage geworden zo. Ja, ja, dat is een goeie. Ja. Meer vintage geworden. Ja, ja. Dit is beter, denk ik. Ja. Nou, super. Ja, hij leek nog. Lekker. Ja, jij reed wel mooi, ja. Ja, het kwam omdat Rutger twijfelde. Die dacht dat hij rechtdoor moest. En toen op het laatst van, oh nee, ik moet toch naar links. Ja, en dan ga je in één keer aan het stuur trekken. En dan maak je in één keer een scherpe bocht. Ja. Maar goed, hij is nog prima in orde. Ja. Daar gaan we weer. Dus we zijn bijna bij opa en oma. En ja, mijn oma die staat sowieso al te popelen om hem in de ontvangst te nemen. Hallo. Waar is het kastje? Ja, die, we wilden eerst even gedag zeggen. Oh, dit is goed. Ja, maar hoe wil je dat we met de kast lopen? Via hier zo? Ja. Oké, dan halen we hem nu op, ja. Hallo. Opa, ben je naar de kapper geweest? Ja, je bent wel heel kaal namelijk. Oké, we halen de kast even op. Nou, we gaan gewoon van hier lopen, toch? Ja, maar ik weet niet of hem eruit krijgt of zo. Ja, joh. Hoe ik dan ook reageer, sorry. Ja, joh. Ja, joh. Sorry. Nou, dan gaan we. Zetten we hem neer? Ja. Nu krijg je die deur niet. Nee, en dan hem ook naar voren. Ah joh, buurman en buurman. Ah je zo. Nee, maar dat komt wel goed. Succes hè. Mooi shot zo. Ik zet hem heel even neer hoor. Ik ook. Oh, mijn hand namelijk. Nou, dat moet je ook handschoenen aan doen, jongen. Handschoenen? Ja. Ik ben geen professionele verhuizer. Nee, maar dat zeg ik nu. Want dat komt nog vaker voor. Oh. Maar zeg je? Ik zou hem nu zo pakken. Ah, joh. Okay. Nee, ik snap wat je bedoelt. Ja, misschien is dat wel beter. Je mag hem nou wel... Oh, maar ik moet er altijd schuiven. Nee, joh, ik ga niet schuiven. Je hebt hem gekrast, toch? Oh, hij is wel mooier dan ik dacht. Mooi is, ja? Ja. Hallo, hoe is het met jou? Ja, en met jou goed, oh, goed. Met mij goed. Ik heb... Dit is Rutger, hè? Ja, dat wist ik. Ja. Ah, oké. Okay. We waren in de VIP-room, hè? Ja. Ja. Van de? Ja, ik weet het nog. Van Montini Plaza. En hoe heet dat ook weer? Enzo Olympus. Nee. Oeh, bijna. Wat dan? 1-0. Enzo Olympics. Ja! Nou, ja, nee, ja. Jongens, dat is... Ja, dankjewel. Ik heb deze. Heb je deze geverfd nu? Ja, de achterkant. Oh, de achterkant heb je geverfd. Oude, maar... Mooi hoor. Kijk, dit is weer niet goed wat jullie gedaan hebben. Oh. Nou, ja, heel goed. Maar ik krijg een briefje dat dit 90 is. Ja, is toch ook zo? Dit is niet 90, dit is 45. Oh. Oh, ah, verkeerd gemeten. Nou, kijk. Oh, maar wat maakt dat uit? Nee, niks. Helemaal niks. Nee, okay. Ik vind hem eigenlijk nog mooier dan die. Kijk, oh. Want deze is langer, of? Kom op hoor, die is gezet. Oh. Kijk, want deze komt nou weer hier. Kijk, en dat moet die achterkant. Oh, deze? Die... Oh, maar heb je hem helemaal geverfd opnieuw? Ja, nou... Maar hoe heb je hem van daar naar daar gekregen? Weet schuim maar. Ah, oh, dus deze komt wel weer terug daar. Kijk. Ja, ik snap het. Voor de buitenkant ziet het er dan mooier uit als de achterkant ook wit is. Ja, snap ik. Nou. Maar ik vind eigenlijk deze taxi wel mooi. Dan jij dan? Ja, ik vind hem heel mooi. Een beetje bijwerken misschien. Ja, zie. Ja, misschien even een kwastje eroverheen inderdaad. Ja, maar ik heb... Ja, dit was al zo hoor. Dus net niet gebeurd nee, in de bus. Nee, maar dat geeft toch niks, jongen. Oh, maar die ik heb de kwast nog klaar daar gehaald. Ga zitten. Toch. Ja, wij gaan zitten. Nou, alle sleutels dus zitten er ook bij. Maar nou moeten jullie dit nog doen. Kijk. Ja, oh ja, deze moet weer erin. Deze is voor mama. Ja, nee, die laatjes halen we er altijd in hoor. Dus wij, deze gaat naar mama. Maar weet je het? Ja. Weet die dat? Ja, die weet dat. Ja, want wij wisten het ook niet. Hij belt altijd 5 minuten van tevoren. Oh, wisten jullie niet dat ik kwam? Nee. Als het niet had gereden, waren wij bij de schoenenboelbaan. Oh, dus jullie wisten helemaal niet dat ik kwam vandaag? Nee, natuurlijk niet. Ik zeg...
is vergeten. Ja. Ja, ik dacht dat ik het had gezegd. Nee, jij zei, ik kom op een vrijdag en dan bel ik wel welke vrijdag. Oh, ja, maar ik had toch gebeld? Wanneer dan? 5 minuten? Ja, een half uur geleden. Ja. Ik zei van de week al tegen oma, ik zei, dat zegt helemaal niks. Ik zei, want Enzo, die belde op. Dit is ik ben dan over een kwartier. Ja. Dit is een bejaardentehuis. Weet je wel, als ze doodgaan, dan kun je zo wat krijgen. En dat is van zijn zus geweest, die had het weer over. Ik zeg, is het van mijn zus geweest? Ja, van Renny. Die hadden daar een bejaardentehuis. Dit is puur eiken. Ja. Dat net een bad, dat heb ik ook geverfd. Kijk, en ik heb even alles weer bijgeverfd. Oma vertelt alles om het te verkopen. Ja, het is wel echt een mooi kastje. Ja, dit is een heel mooi kastje. Kijk, we hebben... Het gaat er nou niet te lang over door, dat Gerrit. We hadden wat aangehaald. Ja. Hier. Al was het langer? Ja. Koffie. En hoe, weet ik niet, maar... Ga jullie zitten. Oké. Okay. Hey, heb je pompoenen? Pompoenkussens. Ja, leuk hè? Ja, zeker. Hey, appelgebak of cheesecake? Appelgebak. Ik had appelgebak. Lekker. Nou, dan gaan wij even plaatsnemen. Het was ook wel even zwaar hoor, die kast. Poeh. Oké, dus we hebben hier iets voorgeschoteld gekregen. Daar wil oma vast wel even iets over vertellen straks. Maar mooie bordjes dit. Ja, die heb ik van Milan. Ja, dit is wel echt verwennerij, dames en heren. We even een ritje erop zitten en dan krijgen we lekker appelgebakkie. Krijgen we lekker koffietje. Ja, goed voor elkaar. Ja, zeker. Toch? Nou, heet smakelijk. Ja. Oh ja, weet je hoe oma dit doet altijd? Nou? Die pakt altijd bij alle lunchcafés en restaurants, pakt ze altijd die suikertjes. En die neemt ze mee naar huis. Ook het zout? Ja. Ja. Moet dat niet zeggen. Zo doet oma dat altijd. Slim, hè? Ja, dus gewoon bij lunchcafés, gewoon al die suikertjes meegenomen. Kijk, dit is ergens nog een keertje uit hier, biologisch rietsuiker. Hier, oregano. Allemaal verschillende suiker. Ik zeg altijd dat ik het spaar. Oh, ja. Ah, dat je spaart. Ja, dat klinkt er niet zo... Zo, die ziet er wel goed uit ook. Ja, je mag dit hebben. Nee, dat hoeft niet. Maar het ziet er wel gewoon goed uit. En wat is dit voor appelgebak, dit? Vegan. Vegan. We hebben het zelf een keer geprobeerd en we vonden het heel lekker, hè? En wat is dat vegan? Nou ja, dat is eigenlijk vegetarisch. Maar ik snap niet hoe appeltaart... Ja. Vegetarisch? Er zit toch geen vlees in appelgebak? Nee, ik snap het ook niet. Maar geef niks, het is lekker. Je staat erop en je neemt het aan. Ja. Oké, nou is goed. We gaan het eten. Ik ben benieuwd. Maar over die suiker, vroeger had je suikerzakjes, hè? En die werden gespaard, weet je dat wel? Ja, dat weet ik. Net als postzegels? Ja. Serieus? Ja. Oh, dat wist ik helemaal niet. Ieder restaurant, ieder terras had een eigen suikerzakje met vaak een afbeelding van het gebouw of zo. Ja, Rutger die komt qua leeftijd iets dichter bij jullie in de buurt. Dus die heeft het nog meegekregen. Hoe oud is Rutger dan? Wilt u schatten? Ja. Hoe oud denk je? Nou, wacht even. Jij bent 30. Nee, ja. Nee. Nee, 29. Nee, 20. Ja. 30, een heel groot feest. Nee, 35. Oh, wat lief. Oh, dat is wel tof. Ja. Dat is wel lief. 43. Dat zie je niet, hoor. Dank u wel. Nee, Henk? Nee, heb je echt dat niet, gedacht? Niet gedacht. Nee, nee, terwijl opa en Rutger niet dezelfde kapper hebben, maar... Koffie is bijna op, maar we zijn nog niet weg. Nou, we hebben nog een dingetje meegenomen. Weet je nog dat ik hier zo op die prachtige pompoenbank met die prachtige pompoenkussens zat met jouw voetbal te kijken? Ja. En dat ik aan jou vroeg en een filmpje maakte die ik naar Rutger stuurde? Weet je niet meer, hè? Nee. Nee, dat is niet meer. Ik heb het filmpje nog op mijn telefoon staan. Ik ook. Ik heb het filmpje ook nog. Ik vroeg aan jou, lijkt het je leuk als wij ooit een keer pakketjes meenemen? Oh, ja. Ja, maar ik zei tegen oma, ik zei, dat gaat niet door. Ik zei van, dat op jouw vlog, gisteren of eergisteren, de laatste eBay. Ja, klopt. Mooi, joh. Ja. Is het zo? Nou, ik heb een uitzondering gemaakt dat ik het nu nog vandaag met jullie voor de laatste keer ga doen. Dus ik heb pakketjes meegenomen samen met Rutger. En we hebben ook verhuisdozen meegenomen. Dus dat betekent dat als we die pakketjes openmaken, dat het spul niet hier blijft liggen. Oh, nee. Hè? Dus het blijft bij jullie gewoon mooi schoon en netjes. Want we kunnen er nogal een bende van maken. Maar aangezien jij het altijd zo leuk vindt om pakketjes open te maken, dacht ik, jij wil vast wel een mesje en een paar doosjes openmaken. Ja, dat lijkt me wel leuk. Ja. Stel je voor wat erin zit. Ja, als daarom. Je iets moois vindt, mag je het houden, toch? En zo? Ja, dat is een goede afspraak. Ja, als je wat leuks vindt, van je, mag je het houden. En dat geldt ook voor opa natuurlijk. Ja, ik ben benieuwd. Dus zullen wij wat ophalen? Ja, ik zei net tegen hem, ik zeg hier van DHL. En er kwamen jullie aan, dat wist ik natuurlijk niet, met die witte auto. Ja. Witte bus, zeg, maar, is het hier weer druk? Want hier, dit is een 11 bewoners, hè? En elke dag
heel veel. Om de havenklap. Brengen. Ja, ja, maar iedereen doet alles online, oma. Ja, ik bedoel, kijk maar eens op knolpouwen.nl. Ja, ben je niks. Oh. Doe je nooit iets op knolpouwen.nl? Nee, dat krijg ik van jou. Ja, dat is waar. Dat is waar. Maar opa zegt pizza bestellen, dat doet u wel. Ja, we hebben met één pizza besteld. Oh, oh, oké. Okay. En dat is wel anderhalf jaar geleden. Nee, dat is niet waar. Nou, dames en heren, kijk eens eventjes. Gewoon een hele pallet gewoon ingedaan. Oi, oi, oi. Ja, ik denk dat het beste is dat we gewoon een paar pakketjes eruit halen en hierin doen in deze dozen. En het dan meenemen naar binnen. En dan zien we wel eventjes hoeveel ze willen uitpakken. En dan ben ik benieuwd of het troep is of gewoon iets is. Dat zou het mooiste zijn. Als ze één ding vindt wat echt gewoon heel erg goed bij Open Oma past. Ja. En dat ze dan kunnen houden. Ja. Dus ja, ik bedoel een tandwiel of een oliepomp of zo. Of een stuur van een BMW, daar hebben ze allemaal niks aan. Dus ik hoop echt dat het iets van een mooi beeldje is of zo. Of misschien een horloge of iets. Of... Ja. Of iets in kaas of een standaard. Ja, dat zou heel erg leuk zijn. Dus ik ben heel erg benieuwd. We hebben, zoals altijd, we hebben geen idee wat er allemaal in zit. Dames en heren, welkom bij eBay vlog toch nog. Wat helemaal niet de bedoeling was. Maar voor mijn open oma maak ik natuurlijk even een uitzondering. Als je een klein beetje naar die kant wil. Ja, kijk. Dit is onze prachtige desk. Het voelt een beetje als zo'n presentator. Nu, ik. Snap je wat ik bedoel? Op tv hebben ze ook wel eens van die praatprogramma's. Ja. Staan ze achter zo'n desk. Ja. Nou, dan stel jezelf even voor. Nou, ik ben de oma van Enzo en ik mag die pakjes openmaken. En als het echt iets is voor mij, dan mag ik het houden. Ja, nou, begin bij je eerste pakketje. Oh god, ik maak gelukkig stuk. Ik ben benieuwd. Wat is het? Zo. Zo, kun jij het lezen? Niet. Het is een DVD over ridders. Oh, nou, dat is prachtig. Maar niet voor mij. Oké, okay, nou geef maar aan mij. Dan doe ik het hier in een doos. En dan gaan we dat verkopen op de website van Rutger. Zo! Wat is dit? Huh? Staafjes goud? Nou, dat zou leuk zijn. Nee, wat is dit? Ik weet niet wat het is. Zal ik eens kijken? Ja. Je hebt geen idee. Wat zijn dit voor dingen, joh? Ja. Oh, dit is wax. Wat is wax? Ja, wax. Gewoon voor je haar. Voor skis. Oh, om te waxen zo, je snowboard. Ja. Dat zou best kunnen hoor, dat is wax. Dat denk ik ook, want zie. Oh, wacht eens even. Oh, voor je benen. Voor je benen, nou, gekke Gerrit. Ja, dat doet hartstikke zeer. Is dit waxstrips van gekke Gerrit? Ja. Ja, kijk, er zitten 100 strips in. Ja, zie je wel. Dus je pakt er eentje uit. En je doet hem En je doet je deze met wax zo, strijken. En op je been. En op je been, en maak je het warm. En dan, doe geen je het alle erop, haartjes, die komt nooit weer. Nu, ik heb geen haartjes meer op de benen. Dus. Nou, in de aanbieding, 100 waxstrips met wax. Nou, mooi product, oma. Ja, prachtig. En zit dat dan allemaal in die toestand? Wat is dit nou weer? Oh, hey, wat ken jij? Oh, dit is mooi. Queen. Een official t-shirt. Ja. Dat is mooi. Maar niet voor mij, maar die mag je in de aanbieding doen. Oh, in de aanbieding. Een Bohemian Rhapsody Queen t-shirt Ultimate Fan Gift Set met Blu-ray, DVD, digital en t-shirt. En moet je even de maat, staat die erop? De maat, dat is een hele goede. Large, maatje L. Een goede assistente ben je. Nou, kijk eens aan. Wat is dit nu weer? Oh, dit is misschien iets voor opa. Oh nee, dit is voor vrouwen. Dit is een thermal cozy t-shirt. Zal ik het eens laten zien? Ja, laat eens zien. Ik weet niet wat het is. Kijk, dit is voor vrouwen. Kijk, dit is een soort van... Oh, dat is wel leuk. Die past mij ook wel. Denk je? Nee. Oké. Okay, maar die is wel heel leuk. Hij is wel heel leuk. Ja. Die gaat ook in de verkoop. Ik heb geen wit. Ik heb nooit wit. Nee, die past niet op jouw kleurenpaletten. Nee. Dit heeft mijn oma namelijk ooit een keer aan me uitgelegd. Nu is dat niet zo heel populair meer. Ik heb het zelf wel een keertje gedaan bij een bedrijf. Maar je kan dus bij een bedrijf je eigen kleurenpalet laten samenstellen. Dat houdt dus in dat een expert gaat kijken welke kleuren mooi bij jou passen. Dus jouw uitstraling, jouw gezicht, je ogen, je lippen. En ja... De kleur wit staat niet in het kleurenpalet van oma. Dus als oma iets wits heeft of krijgt, dan is het niet voor haar weggelegd. Maar dan kun je dat wel weer mooi maken met een sjaal. Ja. Want het gaat om dat het bij je huid. Maar dit is toch wat... Als we niet weten wat het is, dan kunnen we altijd Rutger inschakelen. Want Rutger is namelijk een expert van alle vlakken. En die weet vaak dan wat het wel is. Nou, ik ben heel nieuwsgierig. Het wordt wel goed verpakt. Jeetje, wat is dit? Nou. Zo! Wat is dit? Gaaf hoor. Nou, ik weet niet wat dit is. Weet jij het? Heel mooi. Nou?
Dit is... Hé, hey, wow, dit is super toevallig. Wat dan? Huh? Nou, je weet toch dat Myron een motor heeft? Ja. En Myron die heeft een Yamaha MT7. En dit is een onderdeel daarvan. Kijk, hier zet je je voet op. Kijk, zie je? Dus je voetpedaal. Dus deze zet je op de zijkant van de motor en dan zet je je voet zo erop. Oh. Nou, daar heb jij niks aan. Nee, niks. Nee. Tot nu toe gaat het niet echt goed, hè? Nou, ik vind van wel. Ja, je vindt het wel leuk, maar niet echt een item voor jou. Nou, dat hoeft ook niet. Ik heb genoeg items. Oh, dit is leuk. Dit is echt een item voor jou? Ja. Ja, dit is echt iets voor oma hoor, dames en heren. Alleen moet ik het opblazen? Help maar even. Zal ik hem opblazen? Dan kan jij ondertussen het volgende uitpakken en dan blaas ik hem wel op. Maar dit is wel echt maar iets voor jou. Maar ik weet niet of het opgeblazen moet worden. Ja, ja, ik zag een tuutje hier. Oh. Ik blaas hem op en dan mag jij verder gaan. Nou, ik krijg dit niet. Nee? Nee. Moet ik even helpen? Oh, wat is er? Oh, sorry. Dood. Oh, sorry. Jezus. Sorry, dit is super gaaf. Wat dan? Dit is heel gaaf. Oh. Wat staat er? Oh, dit is van The Walking Dead. Nou. Dat is een serie op tv en dat gaat over je. Wie doe ik nu na? Ik wil jou opeten. Nou, verkoop dit maar. Oh, maar je weet niet wie ik nadoe. Nee. Een zombie. Oh. Dit is een serie over zombies. En dit is Daryl met zijn boogschutter. Zeg me niks. Nee, dat heb ik door. Het is een hele mooie funkpop. Nou, prachtig. Nou, die gaan we verkopen. Van The Walking Dead. Goed, ik krijg hem niet helemaal goed opgeblazen. Maar dit is natuurlijk wel enig. Enig, verkoop hem maar. Oh, oké. Okay. Toch niet voor oma. Dit is te modern voor mij. Oké. Okay. Maar vind je het tot nu toe nog steeds leuk om te doen? Ja hoor. Ik ben heel nieuwsgierig wat hier nou weer in zit. Oh my god. Wat? Weet je wat dit is? Nee. Dit is Transformers. Dit is van de Transformers. Dit is het gezicht van de Transformers. Wie is dat nou weer, Transformers? Ja, dat is zo'n serie. Kijk, hoe vet is dit, mensen? Gruwelijk. Heel vet. En wat zit hierin? Ja, dat is allemaal... Oh, dit is een hele Transformers set. Ja, kijk, hier heb je die vrachtwagen. Oh, kijk eens. Ja, dit is het lichaam. Het lichaam? Ja, die kan je... Dit is een Transformer, dus dat is een vrachtwagen. Kijk, 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 wat is het nu? Vrachtwagen. En let op. Een jongetje. Ja. En wat is het nu? Een jongetje. Ja, een poppetje. Heel gaaf. Dus het is allemaal speelgoed. Oh, wat leuk. Oh, Optimus Prime. Oh my god, Optimus Prime. Oma, dit kan echt duur zijn, hè? Dit kan echt heel duur zijn. Maar ik speel natuurlijk niet meer met van die vrachtwagentjes. Kijk dan. Ja, super gaaf. Ja, dat hoort er ook weer bij. Zullen we dit allemaal weer indoen en dan gaan we het verkopen? Ja, wat zal dit zijn? Oh my god. Oh. Wat? Wat is er? Dat is gewoon een telefoon. Nou, ik heb er één. Ja. Ja, ik ook. Maar hoe vet is dit? Dit is een gloednieuwe Huawei. Oh, fantastisch. Kijk, dit heb je erbij? Ja, dit is de oplader. Zo, kijk dan. Dit is wel vet hoor. Kijk, een Huawei. Hij is super dun. Dit is echt gewoon een nieuwe, lijkt het wel. Ja. Check dit, dames en heren. Gewoon een zieke Huawei hier. Heel vet dit. Cool hoor, die doe ik er weer in. Zo, dat is een echt vette item. €225. €225, hè, was die telefoon. Een patch. Wow, die moeten we opdoen. Wow. Yeah, de CIA. Dat is boeven vangen. Dat is de politie in Amerika. De geheime dienst, geloof ik. Kijk eens even. Ja, hier, military clothing. Nou, hier, heel mooi. Prachtig. Die mag je ook, want die doe ik niet op. Waarom niet? Heb je haar net gedaan? Ja. Oké. Okay. Nou, dan hoor ik zelf bij de police. Wat zal dit weer zijn, hè? Dat is ook weer zo raar. Misschien is het wel gewoon een beeld stront. Ah, doe niet zo raar. Ja, dat zo ziet het er wel uit. Nee hoor, veel te zwaar. Oh. Magneet of zo. Nou, misschien als iemand een zware dag had. Zal dat zo zijn als iemand een zware dag heeft op het werk dat je dan... Nee. Oh. Wat is dit dan? Ja, dat weet ik ook niet. Ah, ik denk dat... Nou, dat laat hem in zitten hoor. Dat is een auto-onderdeel. Of een scooter-onderdeel. Oh, nagaan. Oh, je haalt hem meteen uit elkaar. Oké. Okay. Heb je dit niet nodig? Toevallig niet, nee. We zijn met de bus en die heeft dit niet, denk ik. Nou, dan doen we die weer in. Nou, hier waren we een beetje bang voor, auto-onderdelen. Dat hebben we niks aan. Maar ik moet zeggen, je gaat sneller doorheen dan dat wij dat doen altijd. Ja? Ja, dat is echt... Is het zo? Wat zal dit weer zijn? Wat is dit? Een broek. Oh! Wauw. Een echte spijkerbroek. Oh, dat is een hele grote man. Levi's! Of Levi's, of hoe heet dat? Levi's? Zo, dit is een dure broek hoor. Sits below waist. 38x32. Ja, dat is niet zozeer een hele lange, maar wel een hele brede man. Kijk, breed.
Ja. Oh, wel een prachtig materiaal. Ja, dat vind ik ook. Heel mooi. Nou, ik moet zeggen, we hebben vrij weinig wat we niet kunnen verkopen. Soms hebben we ook dingen dat... Wat is dit? Oh, dit vind ik gaaf. Dit vind ik gaaf. Dit is een Ford Fiesta Workshop Manual. Dus dat auto-onderdeel wat je net hebt gevonden. Als je dit boek hebt gelezen, dan weet je waar dat onderdeel hoort. Mooi zo. Oké, ik laat hem maar eventjes aan jullie zien, dames en heren. Ik vind dit namelijk echt heel erg vet. Dit is serieus een Ford Fiesta Petrol Owner's Workshop Manual. Kijk hoe super gaaf dit is. Kijk dan. Zo, dit is echt een oud boek hoor. Niet normaal. Kijk, daar staat precies in hoe het allemaal werkt en zo, wat je moet doen. Heel vet. Oh, dit is een Ford Fiesta die gemaakt werd van 1989 tot 1993. Mijn geboortejaar. 1993. Heel, heel cool. Oh! Wat is dit nou? Dit is leuk. Dit is echt gaaf. Dit is een boek, een engineering boek van Juan de la Quierva. Dat klinkt wel een beetje Frans. Hij is uit Amerika, volgens mij. Ja, hij is uit Amerika, maar klinkt wel Frans. dit is een man die... En ondertussen gaat oma weer door, dat is echt perfect. Maar dit is dus een engineering boek. En volgens mij heeft deze man zijn eigen vliegtuig... Oh, dit is wel gaaf. Oh, dit is levenswerk van iemand. Dit is serieus iemands levenswerk. Zo, dit is de Elon Musk van 1930. Dit is heel gaaf hoor. Kijk maar opa. Dit is serieus levenswerk van iemand, denk ik hoor. Heel gaaf. Wat hierin zit, oma, kan echt heel veel geld waard zijn. Nou, moet nagaan. Dus... Wow, dat is Rolex! Wat is dat? Rolex! Ja, maar die zit er niet in. Nee, dat is waar. Wat is dit? Een Rolex-embleem. Ik weet niet voor wat, maar... Zo, die ziet er wel dik uit, hè? Hey, dit is een embleem voor een Rolex. Misschien voor een Rolex van vroeger of zo. Maar kijk hoe dat eruit ziet. Heel erg tof. Wat is dit? Oh, ja, ik weet het al. We moeten Rutger even erbij vragen. Kijk, nu roepen we dus even de professional erbij. Ja? En de professional die gaat ons nu eventjes haarfijn uitleggen wat voor onderdeel dit is. Hallo, oma. Hallo. Zal ik hier eens even naar kijken? Ja. Wat dit is. Nou, dit zit achter op een auto. Dit is een antenne. Oh, dat is leuk. Vroeger zag een antenne eruit, zeg maar echt die omhoog kwam. Maar tegenwoordig heb je dit soort antennes voor GPS. Ja. Voor navigatie. Gebruik je wel eens een antenne, oma? Nee. Nee, luister je nooit naar de radio? Jawel, maar die antenne zit er al op. En waarschijnlijk ziet die antenne zo eruit op opa's auto. Ja, ja. Dat klopt. Een beetje een haaien antenne. Ja, leuk hoor. Nou, goed gevonden. Ik dacht eerst dat het strijkijzer was. Ja, zou dacht ook ik kunnen. Ook. Ja. Dacht ik ook. Er zitten krantenknipsels in. De New York Times. Dan pas je op dat je het niet allemaal kapot snijdt. Dat doe ik niet. Kijk, kijk de voorkant. Oma. Oh, jee. Ja, daar kan ik ook niks aan doen. Oh my god, de New York Times. Nou, kijk eens. Van wanneer? Ik heb geen idee waarom dit hierin zit, nee. Maar... Oh, dit is uit 2021, dus het is helemaal niet zo heel oud. Oh, maar hier de bestorming van het Capitool. Ja, maar kijk hieronder dan. Dat ziet er ouder uit. Ja, kijk, Obama. Dit is ouder. Ja. Dit is 2009. Is... Obama takes oath and nation in crisis embraces the moment. Oh. Dit is oud. Dit is oud. Oh, kijk dan. Kijk, dit is de iPhone van toen. Leuk. Ja, dit is de iPhone van toen. Oh, dit is heel mooi. Dit is wel gaaf hoor. Dit is de New York Times uit 2009. Ja, wie er belang bij heeft, is het heel leuk. Dat is weer heel mooi gezegd. Ja. Wie er belang bij heeft, die vindt het heel leuk. En ik denk dat dit, serieus, ik heb namelijk een stukje strand van de Nederlandse geschiedenis, dat de Duitsers Nederland binnenvallen. En dan staat er heel groot als kopstuk, staat er zo van, hè, de Duitsers vallen Rotterdam, of hebben Rotterdam gebombardeerd. Dat staat dus in de krant. Die krant heb ik. Dat is echt een historische krant. Deze krant kan over 100 jaar super historisch zijn. Want deze krant, dit is dus een krant dat Obama officieel de 44ste president is van Amerika. Ja. Dus dit kan echt een heel stuk, belangrijk stuk geschiedenis zijn. Ik denk dat het allemaal kranten zijn waar hele belangrijke momenten in staan. Ja, weet je wat ik vooral hier vind allemaal? Allemaal bomaanslagen, terroristische aanvallen. Vreselijk. Ja, allemaal van dat soort, die heeft echt alles gespaard van terrorisme en zo. En ook zie ik van COVID. Dus ik denk dat hier misschien een soort van pandemie liefhebber is of zo. Ja. Heel bijzonder eigenlijk. En dan zit er één krant uit 2009. Ja, en één krant is dus gescheurd. Maar dat is dan toch een mooie boodschap van oma. Ja, dat wou ik zeggen. Ja. dit kan zo aan de wand in de keuken. En dan kun je zo papier heel goed afsnijden. Oh, is dat echt zo? Zoiets. Dat is een werktuig voor een stucadoor. Precies, dat dacht ik dus ook. Een werktuig voor een stucadoor. Want je haalt deze ervan af. En je hebt smeersel. Oh, zo. En je hebt hier smeersel, doe je zo. Hé, pas op. Ja, maar die gaat toch naar mama. En dan smeer je dat zo uit.
En daar is dit voor. Vind je niet? Ja, denk ik wel. Had opa toch mee moeten doen met de show? Want die heeft er wel verstand van. Nou. Maar het was wel echt super hilarisch geweest als jij deze had opgehangen in de keuken. Dat was echt super mooi geweest. Kwamen we hier, hing dit zo in de keuken, stukken door, level 5. Fantastisch. En jij maar lachen, hè? Ja, nee, maar ik lach je nooit uit, hè? Wat is dit? Oh, ik denk dat je deze heel voorzichtig moet openmaken. En ik denk dat dit wel jullie tijd is. Kijk eens. Dit is, dames en heren, een... Nou, ik denk een LP. Deze mannen ken jij wel, denk ik. Ja, dat denk ik wel. Henk, kijk eens in, wat is dit? Ik ben benieuwd of opa het weet. Ik ken die band niet, nooit van gehoord. Ik zie op de LP-plaats zie ik staan, produced bij Metallica. Oh, daar houden wij van. Ik denk dat dit daarmee te maken heeft. Alsjeblieft. Dankjewel. Ja, die wordt ook weer verkocht. Dames en heren, kijk eens even. Prachtige plaat. Ja, dat is een hele mooie. Hè. Hoppakee. Achterkant. Je ziet al dat hij ook oud is. Maar hij is nog helemaal heel intact. Nou, ja, mooi item. Nou, dit is bijna het laatste item. Ik hoop dat er nog iets voor je bij zit, oma. Ja, ik hoop. Misschien kunnen we anderen allemaal gelukkig maken met bepaalde dingen. Dat vind ik een mooie boodschap. Oh, wat is dit nou? Dit is Optimus Prime alweer. Wie is dat? Dat is die ene Transformer. Oh. Zo, kijk dan. Yo, I'm a Transformer. Dit is heel vet. Dit is speelgoed van vroeger en dit heeft echt serieuze waarde, denk ik hoor. Ik weet niet of dit precies Optimus Prime is. Volgens mij is dit een van zijn matties. Maar dit is wel echt vet. Heel vet dit. Echt een cool item. We hadden 2 verhuisdozen ingepakt van de pallet voor oma. En ja, dit is het allerlaatste item. Dus misschien... Een paraplu? Ik heb geen idee. Nee, kan niet. Misschien wel een bot voor een hond. Dat zou kunnen. Ik heb geen idee. Misschien wel een hele dikke joint. Wat is dit nou? Oh, ik denk dat ik het al weet. Nou? Zijn dit geen TL-buizen? Oh, ja. Yeah. Of toch niet? Ja, dacht wel. Ja, dit zijn het TL-buizen of niet? Nee, dit zijn gewoon ijzeren staven. Nee. Nee, joh, gekkie. Wat dan? Gekkie. Weet je wat dit is? Nee. Dit hang je op. En kijk, zeg maar, wacht, ik haal hem even uit elkaar. Deze hang je op en dan heb je klerenhaakjes en die hang je erop. Dit is voor tussen de muur, dus een kledingrek. Oh. Zo'n rek waar je dan kleding op hangt. Ja. Nou, dat is het. Nou, die heb ik niet nodig. Kijk, want deze, die plak je op de muur en dan doe je die buis erin. Oh ja. En aan die kant doe je dat ook op de muur. Plak je hem erin. En dan heb je een stang van muur naar muur en daar hang je dan kleding op. Ja. Nou, dat was het dan, denk ik. Nou, hartstikke leuk. Nou, je hebt mooie items uitgepakt die we kunnen verkopen. Ja. Dus dankjewel. Graag gedaan. Of wil je nog meer? Hé, nog wat? Ja, toevallig wel. Nou, pak maar. Ja, we hebben nog 1 doosje klaar. Ja, moet ik hem pakken? Ja, als je dat wil. Ga je dan door? Geef mij maar even een glaasje wijn, Henk. Nou, een glaasje wijn voor oma erbij. En dan wordt het nog gezelliger hier in de studio van Knol. Oh mijn god, oma. Ja? Je hebt die kast ook geverfd. Ja. Kijk mijn hand. Ja, maar ik heb alles bijgetipt. Oh. Je hebt helemaal niet gezegd dat je die geverfd hebt. Ja, moet je nou kijken? Jawel. Ik leun op die kast en ik heb in één keer... Kast, dat is een tafeltje. Ja. Dames en heren, we gaan weer verder. Ik heb een doos weer erbij gehaald uit de vrachtwagen. Dit is de 3e verhuisdoos die oma open gaat maken. Ja, en misschien zit er dan toch nog iets moois voor je in. Je weet het nooit. Misschien wel een hele mooie parelsnoer of zoiets. Een parelsnoer? Ja. Wat is dat? Een snoer van parels. Nou, waar gebruik je het voor? Oh, als ketting. Als ketting. Ah, oh, dat is denk ik voor oude dames. Ja, maar die ga ik dan naar de juwelier brengen om in te ruilen. Oma ziet handel. Ja. Oma ziet handel. Dit ziet er wel veelbelovend uit, eerlijk gezegd. Heel netjes ingepakt. Ja. Vreselijk. Vreselijk. Kijk eens, Baume en Mercier. Ja, het ziet er wel duur uit. Ja. Oh, hier had Rolex in moeten zitten. Ja. Nou, helaas, die zit er niet in. Nou, dit is een leuk doosje, die wil ik wel houden. En okay. Al mijn juweeltjes kunnen daarin. Nou, dat is toch wel leuk. Oké, okay, nou, oma die heeft wat ze wil houden. Nou, ik denk, ik hoop op een boemerang. Ik help even mee, want deze ziet er echt weer raar uitgepakt. Ja, vind ik ook. Verschrikkelijk. Oh, ik kan je vertellen, dit is een stuur. Ik denk van een scooter. Oh. Ja, dit is een stuur van een scooter. Ik denk een sportscooter. Een Yamaha Aerox of zo. Ja? Zal ik hem wegleggen? Ja. Nou. Ja,
Wat? Dit is weer zo'n pop. Eerlijk? Dit is weer een funky poppie. Ja hoor. En wat doen ze daarmee? Ja, dat sparen ze. Oh. Wat is dit? Wat is dit? Oh, dit is leuk. Dit is Petra. Staat erop. Ik weet niet wie dat is. Peta Mellark. Het is van een film. Nou, als jij doorgaat naar het volgende pakketje, dan ga ik wel even onderzoeken. Oh, dit is van The Hunger Games. Dat is een super populaire film. Oh, dit is wel gaaf. Hij zit zelfs in extra verpakking. Dus ik denk dat dit echt een duur verzamelitem is wel hoor. Nummertje 228 van The Hunger Games. Ja, dit is een mooi item hoor. Heel gaaf. Rolex. Als dit erin zit, de Rolex Oyster. Wacht, we laten de verpakking even zien. De Rolex Oyster. Kijk dan. Oh my god. De Rolex Oyster. En er zit er niks in. Wat is dit? Als de Rolex hierin zit, oma, dan ben je rijk. Oh my god. Dit is gewoon de hele verpakking van een Rolex. Oh. Dat zit erin. En er zit een doekje in. Oh, dat is het. Ah. Volgens mij is dit... Wat is dit? Ik heb geen idee. Maar nou, wel gaaf hoor. Heel gaaf. Nou, misschien zit hij hierin. We blijven hangen bij de Rolex. Ja, weer zoiets. Wat hebben we hier? Weer zoiets. Weer zoiets? Nee, dat is wel iets anders. Oh, wacht eens even. Zo, dit is duur, zie ik. Dit is van Discovery, staat er. Kan dat kloppen? Ja, Discovery. Dit heeft iemand gekocht voor 80 euro. Wat is dit? Dit is een verzameling aan cd's. En dit is van The Gateway Experience. En dit gaat over hersenen. Oh, Jezus. Het. Ah, dit is eigenlijk wel wat voor jou, oma. Wat dan? Er staat hier in het Engels, maar ik vertaal het wel naar het Nederlands. Er staat hier, leer om meer focus te krijgen. Oh, dat heb ik al genoeg. Dus je wilt hem niet hebben? Nee. Oké. Nou, dan gaan we weer verkopen. Oh, een ketting. Dit is een ketting, ja. Nou, je wilde toch een mooie ketting hebben? Ja, maar niet deze ketting. Nee? Een ketting van een fiets. Nee, maar die kun je ook wel om je nek doen. Nee, die doe ik niet om mijn nek. Kijk eens wat een mooie ketting, dames en heren. Ongelooflijk. Ram 12. Wat is dat, Ram? Oh, oh, oh. Wat? Oh, oh, oh. Ik denk dat dit een sekstape is. Nou. Ik denk dat iemand 12 keer geramd is. Hey, hem weer. Ja. Ik heb geen idee wat het is, oma. Ik ook niet. Ja, oma, gekkie. Wat? Dit is gewoon vet duur, man. Dit is geheugen voor de computer. Oh, daar heb ik helemaal geen verstand van. Fragiel. Dat is toch voorzichtig? Breekbaar. Dat is breekbaar, inderdaad. Dat moet je voorzichtig openmaken. Misschien zit er wel de Rolex in. Ja, dit is gewoon een geheugenkaart. Een sportgeheugenkaart. Ik weet niet hoeveel geheugen zie ik niet zo snel staan. Volgens mij is het een 16 gigabyte geheugen. Of nee, er staat natuurlijk op RAM 12. Dus 12 gigabyte, denk ik. Kijk hoe vet dit eruit ziet, dames en heren. Het is wel echt een hele mooie videokaart. Wat is nou voor een ding? Wie gaat het nou zo verpakken? Moet kijken. Goed. Wat is dat nou? Hey, je kan het wel ophangen in de keuken als je wil. Ja, ik heb keukenspul nog genoeg. Oké, nou, dan doen we het weer weg. Ik moet zeggen, het is tot nu toe wel echt een hele leuke pallet. Want we halen echt de grappigste dingen eruit. Echt de meest random dingen. Oh, dit is voor kamperen. Dat is leuk met opa. Oh, dit is een alarm. Dit is serieus een alarm voor je tent. Oh, dat is leuk. Ja, nou leuk. Voor indringers is dat. Voor inbrekers. Ja. Dit is zwaar, joh. Ja, dat ziet er ook al zwaar uit. Ja, ik weet het al. Nou? Rutger. We hebben je hulp nodig. Misschien weet oma het wel. Ik denk eerlijk gezegd... Wat denk jij, oma, eigenlijk? Een accu? Denk ik niet. Wel gaaf, hoor. Oh, mooi, ja. Zo, dit is wel dik, hè? Voor wie is dat? Kijk eens. Dit is heel gaaf. Ja, ik dacht van de buitenkant dat het een remschijf was. Misschien weet opa het wel. Kijk, dit loopt taps toe. Ja. Yeah. Dus dit is om een wiel op te monteren. Dus dit is voor je remblokken, zeg maar? Ja, het zit wel in de buurt van je remblok. Het is bij je as, zeg maar. Ja. Zo, en hier zit je wiel op. Want die bouten zijn altijd zo dat je dan dat wiel, dat centreert hierdoor. Doordat het tegen een beetje zo schuin loopt. Dus het zit zo. En hier doe je het wiel op, zeg maar. Maar dit is niet toch van een normale auto, die kleuren? Nee, dat niet. Dit heeft toch niet elke auto? Nee, wel van een bijzondere auto. Wow, dit is wel echt een vet item, hoor. Iedereen komt er even bij kijken. Mooi item, oma. Hij is wel loodzwaar. Je bent een beetje van buiten adem ook. Ik zal even een slokje wijnnemen als ik jou was. Oh, maar even uitrusten. Ja, dit is wel echt een vet item. Ja, dit vinden wij dan vet. Ja, dit is wel... Ik denk vooral jij, dat is wel gaaf. Ja, tenminste, wel ik moet mooi, zeggen, die kleuren, gruwelijk. Ja, ik denk dat dit echt helemaal laser gesneden is ook. Dit is heel vet. Dit is het laatste, hè? Oh. Is dat laatste? Ja. Nou, dan ben je als een speer er doorheen gegaan. Ja. Nou, keurig. Zeker weer zo'n motorblad. Ik heb geen idee. Ik ook niet. Jij weet het ook niet, hè? Ik heb echt geen flauw idee. Zo, dit is wel gaaf hoor. Ik weet het wat het is, denk ik. Lijkt op een modem. Een modem wat je zelf hier ook hebt in huis. Kijk, want hier gaat internetkabels in. Ja. En hier gaat een USB in. Ja. Dit is een gateway.
Een secure gateway. Ja, dit is iets van een router of zo. Maar wie gebruikt dit dan? Ja, iemand die een gateway nodig heeft voor zijn internetverbinding of aansluiting. Of iemand die iets doet in de ICT of denk ik. Ik weet ook niet precies. Nou, kijk eens aan. Nou, oma, dat was hem. Ja, heel leuk. Ja, vond je het leuk? Ja, ik vond het heel leuk. Wil je het vaker doen? Jawel hoor. Heb je deze kast ook nog geverfd? Ja, vandaag niet hoor. Ah, oké. Okay. Kijk, ik heb hier in mijn elastiek om gedaan. Ja, dat is dat als jullie hem tillen, dat die deurtje niet open gaan en hier zit een sleutel in voor je moeder, hè, van dat. Zeg je nou weer je moeder? Ja, nee, klopt. Dat is een goeie. Nou, oma, ik wil je hartelijk bedanken. Graag gedaan. Mijn lieve oma, niet meer vrijgezel, hè, want anders dan stonden ze voor je in de rij. Oh ja, vast. Maar ik hoorde dat de rij voor opa langer is. Oh, vast. Goed, nou, wil je het nog een keer doen? Jawel hoor. Maar dan misschien wel iets voor jou erbij. Nou, als dat zou kunnen, maar dat weten jullie ook niet. Nee, wij hebben ook geen idee. Nee. We hebben gewoon echt random dingen uit de pallet gepakt. Heel erg bedankt voor je deelname. En dan... Graag gedaan. Nou, dankjewel. Was echt leuk. Hmm. 3 kussen. Ja. Weet je wat ik ook kan doen? Zo? Ja. Kijk, dit doe ik ook wel eens als ik iemand begroet. Geef zo'n hand en dan zo... Oh. Huisservice, Rutger en Enzo, staan bij mama thuis. We hebben de kast geleverd. Vandaag heeft de klant ervoor gekozen dat we gewoon de kast in de woonkamer konden zetten. We hoefden verder niet ergens hem tegenaan te zetten of wat dan ook. De klant wilde hem gewoon midden in de woonkamer. Ik vind het leuk, vind ik gezellig. Ja, toch? Ja. Nou, daar heb je hem. Nieuwe knopjes. Ja, deze had mama dus laatst gekocht. Ik weet niet precies hoe ik dat ga doen. Toen we gingen shoppen. Hij moet in ieder geval... Ja, nee, natuurlijk niet. Nee, dat doe ik verkeerd. Vasthouddingen. Deurknoppen. Hij komt erop. Doorknops. Zoiets. Ja, dat is niet leuk. Ik zou gewoon lijmen of zo. 1 seconde lijm. 2 seconden lijm. Komt in mijn nieuwe huis. Nou, top. Dan gaan wij nu. Het is ondertussen namelijk alweer 6:30. Dus wij gaan eierballen halen. Lekker, ik ben benieuwd. Ja, lekker eierballetje bij Spettenpan Johan. Nou, we staan hier op een plekje in het bos. Op een parkeerplaats. Echt super afgelegen. Er staat ook een auto achter ons. Het regent ook buiten. En er staat een auto achter ons. Er staan mensen bier aan het drinken. Dat is echt super random. Ja, een beetje echt zo'n creepy parkeerplaats eigenlijk. Ik ben nog nooit op zo'n enge parkeerplaats geweest als dit. En ze zegt, we gaan hier stoppen. Ik zei, ik weet wel een parkeerplek. Verderop, mooi in het bos daar zo, maar ja, het ziet er een beetje creepy uit. Het is gewoon, ja, we staan gewoon letterlijk in het bos en ja, goed. In ieder geval, we hebben bij de snackbars Spettenpan Johan in Maasdijk even wat lekkere dingen gehad. Het lekkerste van vandaag is sowieso de eierbal. Ja, die zit sowieso hierin. Ja, die eierbal is legendarisch. Ja, kijk eens. Ja. Nou, daar beginnen we mee. Alsjeblieft. En ze zeiden daar dat jij het op een hele barbaarse manier eet. Hoe doe dat eens even voor? Hoe eet jij dat? Ja, ik heb gewoon een eierbal. En ik doe gewoon letterlijk die eierbal dippen in de pinda. Maar kijk, ik ga hem eerst even laten zien. Wacht, wil je heel veel hoofd bedekken? Want hij heeft gezichtsherkenning. En bedekken met je hand, zeg maar, of zo. Het zou niet meer, toch? Een eierbal voor zijn gezicht zo. Ja, doe maar. Yo, ik weet niet of je die scherp stelt. Nee, doe dat niet. Maar ja, nou, wel mooi gedaan. Nou, ga verder met je verhaal. Gezichtsherkenning, eierbal. Maar ja, dit is dus de eierbal. En wat ik dan doe is gewoon letterlijk in de saté. Zo. En dan gewoon... Kijk. Ah. Ja. Nou. Dus ja, het is gewoon een soort kroketlaag en daarbinnenin zit een ei. Ja, ik zie hem bij mij ook. Nou, gelukkig. Ja, dat haal ik altijd bij Spettenpan Johan in Maasdijk. Als je ooit naar het noorden gaat en je wil iets lekkers eten, als je het kent en je vindt het lekker, welkom bij de club. Als je het niet kent, je hebt het nog nooit gehad, is de Jongman in Maasdijk. Nou, ik kom er al sinds kleins af aan. Echt goud dit. Als ik hem een cijfer moet geven, dan geef ik hem... Ja, toch wel een 9 denk ik. Het is wel echt lekker. Ja, vind je lekker? Ja. Ook met saté? Ja, ik ben gek op saté. Nice. Goeie. Ja, maar je hoort inderdaad heel vaak dit soort parkeerplaatsen, dat daar dus dat het best wel gevaarlijk kan zijn, toch? Ja, ja, zitten we dan een beetje patatje te eten. En zo heeft de deur ook serieus op slot gedaan, hè? Kijk, maar het voordeel is, we staan hier met een witte bus. Ja. Ja, eigenlijk ziet het er ook wel illegaal uit. Met zo'n witte bestelbus, helemaal niet bestickerd, helemaal niks. Dat maakt het altijd verdacht. Helemaal niks staat op die bus. En ik zei tegen Rutger, ik weet niet van jou, maar ik klik even op het slotknopje. Nou.
Dat was lekker. Dames en heren, ik ben net wakker. Ik heb even lekker geslapen. Terwijl Rutger en Myron lekker aan het kletsen waren. En bij het tankstation nog even snoepjes hebben gehaald en alles. Ik heb echt alles gewoon nog ineens half bijna niet meegekregen. Ik ben weer wakker geworden. We zijn weer in Zeist. Dit is een beetje wat er van over is gebleven. We hebben hier 2 verhuisdozen met troep. En we hebben 1 verhuisdoos met de spulletjes die we een beetje hebben gevonden. Die we gaan verkopen via de website van Rutger. Link staat in de beschrijving. Ja, en we hebben gewoon echt nog meer dan de helft van de pallet over. Dus dit, ja, ik zie al fragiel, ik zie Chinese tekens. Ik ben zo ontzettend benieuwd naar wat er allemaal in zit. Maar dat gaan we bewaren. We wilden eigenlijk nog met mijn moeder ook pakketjes openmaken. We wilden eigenlijk met een paar vrienden van mij in Assen willen we ook nog even langs om open te maken. Gewoon helemaal geen tijd voor gehad. Het is nu gewoon al bijna 10 uur in de avond. Ja, we gingen vanochtend naar de fysio, kwamen thuis en zo bizar hoe zo'n dag gaat. Om 9 uur vanochtend opgestaan en nu 10 uur 's avonds weer thuis. En ik ben kapot. Zo donker. Ja, dus we gaan ook lekker naar bed, dames en heren. Maar het was genieten. Rutger, ontzettend bedankt. Graag gedaan. Echt super nice. Ik kon die kast natuurlijk ook niet in mijn auto doen. Nee, dat past niet. Nee. Nee, al helemaal niet met mijn afmetingskills. Misschien dacht ik van wel, maar... Ja. Ik zei al tegen Rutger, ik ga de vlog sowieso terugkijken. Want ik ben echt benieuwd hoe die kast bij oma nu staat. Ja, supermooi. Alleen, ja, oma die was helemaal zo van... Hé, Enzo, wat voor afmeting heb ik gekregen? Want ik zei dat die kast 90 centimeter diep was. Maar hij was 45 centimeter diep. Ik zei, hij is 1,20 lang, maar hij was 1,80 lang of zo. Ja, daar klopte helemaal niks van. Dus ik heb geen idee hoe ik heb gemeten. Maar ja, super vaak. Hij staat er, het is gelukt. Nou goed, de cadeautjes die hebben we ook eigenlijk niet echt heel veel gegeven. Nee. We hebben echt aan 3 mensen, 4 mensen of zo. Vrachtwagenchauffeur en 2 kids volgens mij. Ja. Dus maar ja, dat doen we dan een andere keer. Dat was wel een leuk idee in ieder geval. Nou, poppetje gezien? Kastje dicht. Ik ken dat niet. Het is een spreekwoord. Van wat? Het is gewoon een spreekwoord. Ik heb geen idee. Poppetjes gezien? Waar komt het? Waar kastje komt, dicht. Als we eens gaan over de dam is volgen de meer. Waar komt die vandaan? Ja, omdat ooit eens schaap over de dam ging. En toen volgde de rest. Er kwam ooit een poppetje uit de kast. En toen deden ze kastje poppetje dicht. Gezien. Kastje dicht. Ik weet het ook niet. Nee, joh, geen idee. Ik weet niet waar die vandaan komt. Zo, dames en heren. We gaan lekker slapen. Nog even een film kijken. En dan... morgen weer een nieuwe dag. Hopelijk hebben jullie genoten. Ik zou zeggen, vergeet het niet even een duimpje omhoog te doen. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal hier beneden. Ik zie jullie heel graag morgen bij een gloednieuwe vlog om 4 uur. En dan zeg ik, zoals altijd, dikke, vette, peace.